En op de laatste plek op dit moment ligt Gina. En nog altijd dat duel om de leiding. Krebas geniet daarvan. Christophe de Puit wat minder, maar hij is nog wel bezig. 14-6 aan de buitenkant ligt hij er nu naast. En bijna voorbij. Gaan de laatste ronde in. Halve lengte voorsprong voor Hermine Duris. Aan de binnenkant Hegoa de Bolé. Daarachter ligt Granine de Glanon en dan Ede en Dies. En daarachter gaat Ebbingen nu naar voren aan de relingzijde. En dat doet hij met Free Victory. Ede en Dies hing een beetje in die bocht, had daar een moeilijk momentje, is weer gecorrigeerd en kan opnieuw gaan aanzetten. Die voorste twee waren nogal even aan het aanzetten. Dat doen ze nog steeds. Hegoa de Bolé, halve lengte voorsprong, kwart lengte voorsprong nu op Hermine Duris. Daarachter volgt dan Granine de Glanon. En Rote Katten moet aan het werk om dat gaatje niet groter te laten worden. Ede en Dies ligt op plek 4. 14-1 de tussentijd. We gingen dus van 12 naar 14 naar 14 en zo gaan we de laatste bocht opzoeken. Galop nummer 9. 9 eruit. En Hegoa de Bolé zal nog één keer proberen terug te komen aan de binnenkant. Dat kan mooi in die bocht. En dat doet Krebas dan ook. Halverwege de Tjarda-bocht. Wat een duel is dit, zeg. Hegoa de Bolé. Krebas zegt nu tegen Christophe de Puit, ik heb je. En de Puit denkt daar het zijne van. Hij gaat het straks zeker nog een keer proberen. Daar komt Ede en Dies aan de buitenkant. En die gaat meedoen voor plaats 3. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Hegoa de Bolé aan de buitenkant Hermine Duris. Hegoa de Bolé aan de binnenkant Hermine Duris aan de buitenzijde. Dit is het langste duel van VP in 2021. En nog altijd geen winnaar. Aan de relingzijde Hegoa de Bolé. Go baby! Go! Go, go, Krebas, klopt de Puit. 15-5 de laatste 500 meter. Derde plaats, Ede en Dies, 14-2 voor de winnaar. Daar komt Bas Krebas met Hegoa de Bolé, de heroïsche winnaars van het Championnat DT Trotteur Français Lady Challenge. Bas, wat een duel. Ja, dat zat eraan te komen. Killing Rift zou het worden. Dat mag, ja. Maar ja, ik denk, ik geef niet af. En toen voor de laatste bocht, die denk, nou, ik weet het niet. En Christophe is er bijna overheen, die denk ik, geef even af. Je kan mijn merrie nog rusten. Maar Christophe deed heel netjes, hij ging niet naar binnen en de merrie pakte bit weer op. Ik denk, nou, dan rijd ik toch maar weer door. Paarden die beide van ons maar 14 dagen vrij hebben. Ja, super gelopen. Ja, de wereld inderdaad voor de laatste bocht, dacht je nog even van Christophe is er... Ja, ik denk laat hem er even gaan, want dat pakte de vorige keer ook uit. En ik de merrie even wil rusten, ik had het hoofdstand nog niet getrokken. Heb ik uiteindelijk ook niet gebruikt. Ja, mega best paard met een mega karakter. We zagen Christophe en jou vaak naar elkaar kijken. Soms jij stoïcijns voor je uit. Werd er nog wat gezegd onderweg? Nou, nog wel even overleg. Ik zei Christophe, harde rit voor die beesten. Ik onderweg, maar ja... Nee, is goed. Super eerlijk gestreden. En zo is het eerlijk gestreden en de beste heeft gewonnen? Ja, nou ja, misschien wel. Maar hij moet buitenom en dat valt niet mee natuurlijk. Hè. Twee toppaarden. Ja. Werelds Bas gaat op de foto samen met Peter Delis en met Astrid. Ja. Hegoa de Bolé, dames en heren, is een 4-jarige bruine merrie van Orlando Vici uit Vigogne de Bolé. Gefokt in Frankrijk, in eigendom van Stal PD. Getraind door Bas Krebas en ook gereden door Bas Krebas. Heren, dit mag een epische race genoemd worden. Absoluut, absoluut. Het zat eraan te komen. Dit is mooi, hè? Ja, dit is echt gestreden als man tegen man, vrouw tegen vrouw dus. Ja. Ja, geweldig. Maar het is ook een mooie koers. En Bas zegt precies zoals het was na de tijd. Ze hebben ervoor gereden. Christophe los het netjes op de laatste bocht. Hele mooie koers. En vandaag was die van Bas het betere paard. Ja. I gotta go. Start valt en een duel om de leiding waarbij twee vossen op dit moment zeer prominent zijn. Graline de Glanon en Hegoa de Bolé. En die laatste neemt de leiding. Aan de buitenkant komt de favoriet al naar voren, Hermine Duris. En erachteraan gaat de 6 Ede en Dies.
Zo gaan de paarden de eerste bocht door. Heguard de Boulay leidt en Bas zal niet terugnemen. Als Christophe de leiding wil hebben, moet hij gewoon harder rijden. En daar is hij nu ook mee bezig aan de buitenzijde. Hermine Duris komt schuin naast de leider, maar die gaat tempo aanpakken. En ze gaan met z'n tweeën nu iets weglopen bij de rest. Rotegat verliest in de tussentijd zijn nummerdekje. Die hangt onder de buik, de drie Graline de Glanon en de buitenkant Edin Dies. Kijken we naar de voorste twee paarden. 12-3 de opening en ze gaan precies gelijk op. En de Puit en Krebas communiceren. Tenminste, de Puit communiceert en Krebas zegt niks terug. Zo gaan de paarden de linker bocht in. En Heguard de Boulay houdt de kop. En Hermine Duris daarnaast. Daarachter aan de relingzijde ligt Granine de Glanon. Daarachter Edin Dies en daarachter Philly Witchy. Het is ondankbaar als je daar achteraan moet lopen, maar je hebt wel mooi uitzicht op een heel mooi duel. Want die twee paarden liggen nog steeds naast elkaar en komen de rechte lijn voor de tribune in met straks nog één ronde te gaan. Daar de start van het veld in beeld en op de laatste plek op dit moment ligt Gina. En nog altijd dat duel om de leiding. Krebas geniet daarvan, Christophe de Puit wat minder, maar hij is nog wel bezig. 14-6 aan de buitenkant ligt hij er nu naast. En bijna voorbij. Gaan de laatste ronde in. Halve lengte voorsprong voor Hermine Duris. Aan de binnenkant Heguard de Boulay. Daarachter ligt Granine de Glanon en dan Edin Dies. En daarachter gaat Ebbingen nu naar voren aan de relingzijde. En dat doet hij met Free Victory. Edin Dies hing een beetje in die bocht. Had daar een moeilijk momentje. Is weer gecorrigeerd en kan opnieuw gaan aanzetten. Die voorste twee waren nogal even aan het aanzetten. Dat doen ze nog steeds. Heguard de Boulay, halve lengte voorsprong. Kwart lengte voorsprong nu op Hermine Duris. Daarachter volgt dan Granine de Glanon. En Rote Katten moet aan het werk om dat gaatje niet groter te laten worden. Edin Dies ligt op plek 4. 14-1 de tussentijd. We gingen dus van 12 naar 14 naar 14. En zo gaan we de laatste bocht opzoeken. Galop nummer 9. 9 eruit. En Heguard de Boulay zal nog één keer proberen terug te komen aan de binnenkant. Dat kan mooi in die bocht. En dat doet Krebas dan ook. Halverwege de Tjarda-bocht. Wat een duel is dit, zeg. Heguard de Boulay. Krebas zegt nu tegen Christophe de Puit, ik heb je. En de Puit denkt daar het zijne van. Hij gaat het straks zeker nog een keer proberen. Daar komt Edin Dies aan de buitenkant. En die gaat meedoen voor plaats 3. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Heguard de Boulay aan de buitenkant Hermine Duris. Heguard de Boulay aan de binnenkant Hermine Duris aan de buitenzijde. Dit is het langste duel van VP in 2021. En nog altijd geen winnaar. Aan de relingzijde Heguard de Boulay. Go baby! Go! Go, go, go! Krebas klopt de Puit. 15-5 de laatste 500 meter. Derde plaats, Edin Dies. 14-2 voor de winnaar.